Goeiedag. Goedemorgen. 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 Ik zocht Tines Hut. Ja, dat ben ik. Dat bent u. Ja. U bent in de fut gegaan. Gewoon in de fut. Geen terrein kreeg meer, na hoeveel jaar? Ben ik er niet mee? 33 jaar, denk ik wel. Mengsel is het. Engels draaigraas, veldbeen. Misschien een beetje rood zwenk erdoor. En dan heb je een veldje. En dat veldje moet je normaal onderhouden. Rollen, prikrollen, diep verluchten. In de zomer, wij noemen dat bezanden. Weer prikken, doorzaaien, goed bemesten. Lekker op tijd water. Prima graasmatje. Dit is toch precies zo mooi. Wat een plantje. Wat toch een kleurtje. Dat is mooi. Dat is mooi. Wat is de beste plek van dit veld dan? Voor u? Is het bij het doel? Is dat daar? Is het hier in het midden? Waar? In het midden. Het middenstuk? Ja. Het beste veld. Zware plekjes erin. Ja. Dat is goed. Dat is goed. Zo moet je een grasmat bespelen. Dan moet op het eind van de competitie moet er uitgespeeld zijn, noemen wij dat. Dan krijg je de beste grasmat. Een worteltje blijven zitten, kom zo terug. Lekker prikken, mesje erbij. En dan gaat hij. Meststofje, hè? Ja? Dan komt hij weer. En dan komt het gras weer terug? Ja. Het gras is sterk, ja, natuurlijk, hè? Dit is sterk hier in het midden. In de hoeken is slap. Dat is slap? Ja, er wordt te weinig bespeeld. Lui gras noemen wij dat. In de hoeken van het veld is dat lui gras. En wat u zegt is waar, want als ik daar zo naar kijk, dan denk ik, nou, dat ziet er mooi uit. Ja. Iedereen die kijkt altijd naar een lekker futlaagje op veld. Geen goed veld. Het moet. Er moet bespeeld worden. Het gras moet op zijn sodemieter krijgen? Ja. Is dat zo? Is zo. Want daar wordt gras dan sterk van of hard sterk van? Ja, veld ook beter. Hard van. Ja? Ja, daar wordt goed van. Moet je gras met liefde behandelen? Ja, je moet er tegen praten. Hè. Ja? Net de vrouwtjes. Die praten ook tegen de bloemen. Ja. Dan praat je wat tegen gras. En als u tegen gras praat, wat zegt u dan? Jullie doen het goed, jongens. Ja? Jullie doen het goed. Doe je best. Ik zorg voor de bemesting. En jullie doen de rest? En jullie doen de rest. Luistert het gras, denkt u, of niet? Ik denk het, want ik hoor ook wel eens vrouwen vertellen. Ik denk, de bloempjes praat thuis, hè. Dan bloeien ze mooi. Dan doen ze beter hun best. Ja? Nou, praat je er tegen. Ja, ik ben hier niet alleen gekomen om over gras te praten. Want eigenlijk is het zo dat, u heeft dat zoveel jaar gedaan. Hè? Ja. En wij vinden dat u een leuk afscheidscadeau zou moeten krijgen. Ik geloof er geen bars van. Daar geloof je geen bars van? Nee. Maar dat gaat toch echt gebeuren, hoor? Nee. Daar geloof je niks van? Nee. Waarom zou je dat niet geloven? Ja, dat geloof ik niet. Dat gelooft u niet? Nee. Maar wij gaan iets heel leuks doen. Zal ik je zeggen wat het wordt? Ja. Zal ik je zeggen wat we gaan doen? Ja. Wij gaan samen naar Liverpool. Nee, dat is niet waar. Ja. Dat is niet waar. Dat is echt waar. Ja? Ja. Het is zacht. Ja. Te gek, man. Ja. Jij gaat het gras maaien en verzorgen op Anfield Road. Vind je dat leuk? Ik vind dat leuk, maar ik geloof het niet. Ja. Shit, hè? Wat denk je hiervan? Huh? Het is toch wat anders als in Ruinen, hè? Dat is toch geweldig, hè?
Maar wij kunnen dit niet, zoals dit gras? Nee. Dat weet ik nog niemand, geloof ik, in Nederland. Wij doen het niet goed. Zullen jullie doen dat goed? Het is toch om verliefd op te worden?